Het proces om een vertaalslag naar de consument te maken over de inwerkingtreding van belasting over toegevoegde waarde BTW is voor sommige bedrijven een uitdaging. Assuria-directeur Mario Mirhai deelt zijn inzichten met de redactie en stelt dat de samenleving vooral meer informatie nodig heeft om de zaak beter te begrijpen, zodat de implementatie goed verloopt. Niks is nog definitief, dus je kunt behalve volstaan met algemene informatie. Kun je niet heel erg in depth gaan. We hebben wel sessies gehad met onze agenten ook, bijvoorbeeld. En we hebben ook op sectorniveau, in soort van verband, kijken we ook naar hoe we wat meer informatie kunnen geven aan de consument. Ik heb gezien dat de overheid ook wat via massa media ook wat communicatie en voorlichting geeft. Dus uiteindelijk zal dat wel komen, denk ik. We zullen onze steentje bijdragen daar waar het kan. We hebben ook wat infobrieven en dergelijke klaar liggen. Dus communicatie die we normaal de deur uitsturen naar de klant. Maar uiteindelijk denk ik is het goed informeren van de samenleving een joint effort. En in deze moeilijke tijd is mijn mening het invoeren van zoiets ingrijpends moet je proberen zo zacht mogelijk en zo gefaseerd mogelijk te doen, zeg maar, zodat de samenleving er ook rustig aan wendt. De Assuria-directeur merkt op dat wanneer de wetgeving finaal is, de juiste fiscale faciliteiten gecreëerd moeten worden voor de consument. Naar zeggen van Telesuur-directeur Mike Antonius is de juiste denkwijze een belangrijke schakel in het geheel proces van de introductie van BTW. Want willen we uit de situatie komen waarin we zijn als land, dan zegt de centrale overheid, we willen een paar zaken anders aanpakken. Dus is voor ons het nodig, vooral als burgers van dit land, om een mindset te hebben van hoe kunnen we daaraan bijdragen. Wat ik eruit haal is, wij moeten op de waarde die wij toevoegen, de belasting gaan berekenen. En wij moeten naar onze leveranciers ook aan een en ander aangeven van hoe hun factuur eruit moet gaan zien. Zodat we uiteindelijk de verschillende schakels die in het proces zitten, alleen de belasting toevoegen gebaseerd op de waarde die zij toevoegen. Daar komt het in grote lijnen op neer. Ik laat het inhoudelijke over aan de belastingdeskundige, maar ik begrijp wat mijn taak is. Toch? Mijn taak die gerelateerd is aan die nieuwe belastingwet en wij zijn dat aan het voorbereiden. Antonius zegt dat het belangrijk is dat er een aanvang wordt gemaakt met de invoering van BTW. Het moet niet blijven bij een discussie zonder einde, meent Antonius. Die besluit met te stellen dat het niet zo moet zijn dat er uiteindelijk niets is geïmplementeerd door te veel op onthoud.